Een bijzonder fijne dinsdag gewenst en alvast bedankt om opnieuw naar het videoweerbericht van vandaag 14 maart te komen kijken. Het ziet er om te beginnen eigenlijk niet zo goed uit vandaag. We krijgen vanochtend een aantal storingen over ons heen. We hebben nog altijd, en dat is nu al meer dan een week, te maken met dat gevecht tussen koude en erg zachte lucht die beurtelings over ons uitstromen. Gisteren zaten we in die zachte lucht met die vele wind, met maxima die wel tot 17 graden zijn opgelopen. Vandaag gaan we opnieuw in de koude lucht terechtkomen. De voorbije nacht zaten we nog in de zachte lucht. En dat voel je vanochtend nog met temperaturen van 8 tot 9 graden om de dag te beginnen. Maar dat zijn meteen de maxima. In de loop van de dag gaan de temperaturen achteruit. En vanmiddag noteren we nog zo'n 7 tot 8 graden. Daarbij passeert dus vanochtend opnieuw die scheidingslijn tussen die twee luchtsoorten. Dat gaat eigenlijk in twee luiken gepaard. Vanochtend vroeg trekt er al een eerste regenzone over. Daarna volgt dan een tijdelijk iets wat drogere periode. Maar onmiddellijk daarachter loopt een tweede regenzone in, die later vanochtend opnieuw voor perioden met regen en of buien zal zorgen. Het is wat buigeregen. Vanmiddag wordt het dan geleidelijk aan droger, al zijn dan nog wel een aantal losse buien mogelijk. En die zouden zelfs een licht winters karakter kunnen krijgen. De wind draait daarbij naar een noordwestelijke tot noordelijke richting en waait nog altijd vlagerig. In de loop van de dag neemt die geleidelijk in kracht af, dat zal je vooral vanmiddag merken. Maar zo krachtig als die gisteren waaide bijvoorbeeld, zal het vandaag niet het geval zijn. Maar toch, er zijn per momenten nog uitschieters mogelijk van 50, 60 km per uur. Misschien aan zee nog een enkele die wat hoger kan uitkomen. Vanavond dan is het eerst droog, met een mix van wolken en opklaringen. Maar later, aan het eind van de avond, begin van de nacht, trekt nog een buienzone door. En dat zou met winterse buien kunnen gepaard gaan. Wat buien van natte of smeltende sneeuw, wat stofhagel, hagel. Het is allemaal mogelijk tijdens die buien. Later in de nacht wordt het dan droger, maar er is kans op gladheid. Enerzijds dus eerst tijdens en rond die buien, want eventueel blijft er hier en daar wel eens wat winterse neerslag liggen. Later in de nacht, wanneer er wat opklaringen komen, dan gaat de temperatuur zakken. Aan zee tot rond een 3, 4 graden, maar landinwaarts gaan we toch naar een 0, 1, 2 graden met kans op vorst aan de grond, waarbij dus tegen de ochtend lokale gladheid zeker niet uit te sluiten is. Let daar dus voor op. Morgen wordt het dan veel kalmer. Morgen zitten we in rustiger vaarwater. Misschien dat er in de ochtend nog wel ergens een bui valt aan de oostkust, een winterse bui, maar later blijft het dan droog, met geleidelijk overdag wel helaas weer een toename van de bewolking. De temperaturen zitten morgen duidelijk lager, rond 7 graden gemiddeld, en de wind zit in de noordwestelijke richting, maar houdt zich koest. Overdag draait die terug naar het westen, maar veel meer dan een zwakke tot matige wind zal dat niet zijn. We profiteren morgen immers tijdelijk van de vleugels van een mobiele weg van hoge luchtdruk. Lang duurt dat niet. In de nacht naar donderdag keert dan de zachtere lucht terug, de bewolking neemt verder toe, en er kan wat lichte regen vallen, zeker tegen de ochtend. En ook donderdag overdag is wat lichte regen niet uitgesloten. Maar de temperaturen gaan weer omhoog. We gaan opnieuw richting 12 graden. Voor vrijdag en de volgende dagen steek ik er weer eventjes de pluim bij. De bovenste lijnen, dat zijn de temperatuurslijnen, de onderste de neerslag. En daar zie je duidelijk dat we vanaf vrijdag weer in veel zachtere lucht terechtkomen. Vrijdag kan het opnieuw gemakkelijk 15 graden of meer worden, met waarschijnlijk nog een overwegend droge dag. Er is misschien eens een drupje regen niet uitgesloten. En ook in het weekend is het zacht, met maxima diep in de dubbele cijfers, maar wel wat onstabieler, passeert dan toch van tijd tot tijd een regenzone of eens enkele buien. En dat lijkt ook het weerbeeld te worden voor de dagen nadien. Het lijkt erop dat die koude lucht voorlopig dan niet meer op haar passen terugkeert en dat de zachte lucht definitief wint. Alvast bedankt voor het kijken. En tot morgen voor meer weerberichten. Dag.